Hi Bob Schutter, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 14. En dat is van maandag 4 april tot en met zondag 10 april. Dus aan de kaart is goed om te kijken wat deze week voor de Bob Schutter gaat brengen. Dan lijkt de Bob Schutter alsof deze week voor jou een week is waarin er allerlei dingen een beetje in het midden blijven. Ik heb het idee dat je graag voor je gevoel ergens heen wil. Dat je in beweging blijft omdat je bepaalde dingen graag wil weten. Dat je in communicatie wil zijn met andere mensen. En aan de andere kant weet je niet helemaal zo goed wat je wil. Je lijkt dus een beetje wispelturig te zijn in je gedachten, in je gevoelens, in het uiten. En ik heb het idee dat dat ervoor kan zorgen dat je wat onrustig kan zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat je het niet naar je zin hebt. Ik heb alleen het idee dat je niet de rust hebt om echt stil te blijven zitten. Ik heb het idee dat je heel veel dingen wilt en heel veel in beweging bent om ook dingen te gaan onderzoeken en het voor jezelf uit te willen vinden wat er nu eigenlijk aan de hand is. Neem je tijd ervoor, boogschutter. Ik heb het idee dat het best wel een fijn stuk kan zijn, omdat je gewoon in die beweging wilt zijn. En soms komen die antwoorden eigenlijk pas later en dat geeft ook helemaal niks. Deze week lijkt voor jou vooral belangrijk te zijn om onder de mensen te zijn en voor jezelf gewoon even je voelsprieten uit te zetten van waar wil ik als persoon nu eigenlijk heen gaan. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.